U staat iedere dag klaar om de meest kwetsbaren in onze samenleving te verplegen en te verzorgen, ook in deze moeilijke tijden met het coronavirus. We hebben wat verteld over hoe het virus zich verspreidt en in deze tweede video zal worden ingegaan op de persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe u die het beste kunt gebruiken. En daarvoor geef ik het woord aan mijn collega Eliane Thewesen. Het is heel belangrijk als je met kwetsbare mensen werkt en voor de bescherming van de kwetsbare mensen en van jezelf, is om altijd de algemene hygiëne maatregelen te volgen. En dat betekent dat je elkaar geen handen geeft, dat je frequent je handen wast, dat je hoest of niest in de elleboog het kost wat moeite en oefening dat je papieren zakdoekjes gebruikt en die ook meteen weggooit en daar waar dat kan. Anderhalve meter afstand bewaard. Dat kan natuurlijk niet altijd. Maar daar waar het kan, is dat heel belangrijk. Daarbij is het natuurlijk zo dat het lastig is om dat te doen. in een setting van mensen met dementie, mensen met uh, handicaps. Maar probeer het wel steeds vol te houden of zoek naar uh, alternatieve oplossingen. En daarbij is het ook heel belangrijk om te weten dat als je zelf ziek bent en je hebt zelf klachten die passen bij COVID. om dan thuis te blijven en te zorgen dat je getest wordt. Ja, het is heel uh, goed om te weten dat de beschermingsmaatregelen die wij aanreiken en, en in onze richtlijnen beschrijven, die zijn voor alle sectoren hetzelfde zijn. Die zijn voor ziekenhuizen, voor verpleeghuizen, voor gehandicapte sector, voor in de wijkverpleging. De momenten waarop je beschermende middelen moet gebruiken als zorgverlener zijn momenten dat je werkt met mensen die besmet zijn met COVID-19 of mensen die klachten hebben voor COVID-19. Klachten passend bij COVID-19, dat zijn natuurlijk een aantal standaard dingen, neusverkoudheid, benauwdheid, hoesten, koorts. Maar we realiseren ons ook wel dat juist bij die kwetsbare groep, dat het moeilijk is om dat goed in beeld te hebben. Jullie kennen de mensen het beste. Dus je, je bent lang bij die mensen in de buurt, je weet hoe ze normaal zijn, dus let op veranderingen ook. Mensen zelf kunnen vaak heel moeilijk hun klachten beschrijven, maar let vooral goed op omdat je de mensen zelf zo goed kent. Het is dus heel belangrijk dat je goed op de hoogte bent van wanneer iemand wel of niet COVID-19 heeft als die klachten heeft. Dus dat betekent ook dat je zo snel mogelijk moet zorgen dat de cliënt-bewoner getest wordt op dat virus. Dat is een mondneusmasker, chirurgisch mondneusmasker type 2R om precies te zijn. Er zijn speciale momenten dat je ander type mondneusmasker gebruikt. Ja, dat heet misschien een beetje ingewikkeld aerosolvormende handelingen. Dat, daar komen andere type druppels bij voor. En dan heb je een FFP2-masker nodig, maar dat komt maar heel weinig voor. Bijvoorbeeld bij een tragiostoma verzorgen of bij uitzuigen van iemand komt het ook heel weinig voor. Als er geen persoonlijke beschermingsmiddelen voorhanden zijn en je zou toch zorg moeten dragen voor iemand die besmet is met COVID, dan zou ik zeggen: ga eerst maar eens even praten met je leidinggevende, want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen voldoende beschermd kan zijn. Je hebt geen beschermingsmiddelen nodig als je werkt op een afdeling waar niemand met COVID-19 verzorgd wordt, waar ook niemand klachten heeft, dus waar je in feite gewoon met elkaar in de oude situatie bent. Je hoeft geen beschermingsmiddelen te gebruiken, maar je moet je wel houden gewoon aan de algemene hygiënemaatregelen: heel belangrijk handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, niezen in je elleboogplooi en geen handen geven. En bij voorkeur, als dat kan, anderhalve meter afstand bewaren. Wat belangrijk is, is dat je je altijd op de hoogte stelt van hoe de situatie is op het moment dat jij bij iemand thuis naar binnen gaat. Dat geldt voor de wijkverpleging, dat geldt ook voor de huishoudelijke hulp. Als een cliënt thuis besmet is met COVID-19 en je wil daar ondersteuning bieden, dus zeg maar huishoudelijke hulp leveren, dan adviseren wij echt absoluut om die ondersteuning uit te stellen. Mocht het nou zo zijn dat je echt. De, uh, de ondersteuning niet kunt uitstellen, dan zijn er reservepakketjes uh, beschikbaar om je toch te beschermen. Nou, in het reservepakket zit precies wat je nodig hebt. Dat is één spatbril, twee paar handschoenen, twee halterschorten en twee chirurgische neusmaskers. En dan zit een flacon desinfectants in. Het chirurgische mondneusmasker mag je tot drie uur dragen, als het niet vochtig wordt of anderszins bevuild wordt. En je kunt hem ook zeg maar, in een instelling gewoon achter elkaar ophouden. Als je in de wijkverpleging bijvoorbeeld zo'n mondneusmasker hebt opgezet, dan mag je hem ook gewoon drie uur ophouden. Ook als je op de fiets van de ene cliënt naar de andere gaat. Maar zodra je hem afzet, moet je hem ook echt weggooien. Nou, wat heel belangrijk is bij het dragen van het mondneusmasker, is dat je er niet aan zit en dat je het niet... De zo steeds naar beneden doet om iets te zeggen, of iets te eten of te drinken, etc. Dus op het moment dat je het mondneusmasker op hebt, blijf van het mondneusmasker af, maar blijf ook van je gezicht af. Dat is altijd handig. Dat geldt ook voor handschoenen die je draagt. Niet aan je gezicht komen, omdat je anders je mondneusmasker besmet of je eigen gelaat besmet. Meer informatie staat op de website van het RIVM. Daar staan instructiefilmpjes op voor het goede gebruik van een mondneusmasker en het goede gebruik van handschoenen. En er staat ook de hele richtlijn en er zijn een paar uitzonderingen die daar ook in staan beschreven. Hou vol, let goed op jezelf, de cliënten en je collega's. Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.